Hallo, ik ben Erwa Kattenop en ik ben vandaag in de haven. Ik ga jullie vertellen over een aantal objecten waar het bijvoorbeeld van afkomstig zijn en waarom het leuk zou zijn om in de haven te kunnen werken. Hier hebben we 4 objecten. Eerst is de sinaasappelen. Ze komen uit Zuid-Afrika naar Nederland. Nederland importeert per jaar 500.000 ton sinaasappelen. En de volgende, we gaan naar de koffiebonen, ze komen van Brazilië, ze gaan naar Europa. En de volgende is de kolen, ze komen van Colombia en ze gaan naar Duitsland. De volgende is cacao, ze komen uit Ghana, ze gaan naar Europa. Amsterdam is de grootste cacaohaven ter wereld. Het is leuk om in een haven te werken, omdat het heel afwisselend is. Je kan goederen vervoeren met boten, vliegtuigen, vrachtwagens. Je bent heel vaak bezig met technische apparaten. Het is daarom heel erg afwisselend. Je komt ook heel veel andere mensen tegen. Dit was onze presentatie.